En peuk je trouwens? Ja, ik zal even kijken. Of ja, nou, dat dacht ik. Hey, Donald, wacht even. Ik vind die ene, nee, die man, die lijkt meer op Donald dan Jan, daar. Ja, dat is Dagobert. Ja, maar even. Maar weet je. Heb je een peukje of niet? Nee, maar ik ben een shit kwijt. Heb je helemaal geen peukje? Ja, ik heb wel peuken, maar niet hier present. Oké, wacht even, ja, ik kom het zo aan, oké? Ik kom eraan. Hé jongens, mag ik jullie wat vragen? Heeft een van jullie misschien een sigaretje voor mij? Ik heb helemaal niks, man. Nee, ik dacht ook al, maar ik ben shit kwijt. Ah, niet. Ah, dit is jammer. Nee. Dat is jammer. Sorry. Hé, maar jullie zijn toch van DHC, of niet? Ja, hoor. Ja, ik dacht het al te zien. Okay, van jij, dus... ja, met je hoofddoek. Dat is herkenbaar. Hé, maar luister, hoe is het... Ik had jullie laatste ding had ik gecheckt. Die ene schijf, hoe heet die? Didactisering. Didactisering. En was leuk, man. Met het was echt een leuk, okay. Ik vond het een leuk album. Okay, en ook, jullie hadden toch ook clippy of zo? Ja, op dinges. Met die codes. Oh, je bedoelt de box? Ja, de box, inderdaad. Ja, die heb ik ook, dat was ook leuk. Oké, spring, nee, hoe heet die? Springstof. Ja, springstof. Ja, leuk. En hoe is het dan met het nieuwe album? Zijn jullie daar al mee bezig? Ik had gehoord dat jullie daar ook mee bezig zijn. Ja, dope. Ja, we zijn veel opgenomen de laatste tijd. Ja. Oké. Druk bij en shit. Ja, oké. En wat ik me nou afvraag, hè, gaan jullie ook nog echt een beetje de diepte in op die nieuwe? Of weet je, gewoon een beetje diepgang, echt? Wat dan? Ja, want, net als altijd, toch? Ja. Nee, want weet je wat het namelijk is? Ik vond die andere schijf was echt leuk, hoor. En ja. Ik vind ook optreden is ook leuk en zo. Okay, maar wat echt wel ontbreekt eraan bij jullie is gewoon diepgang. Is gewoon echt diepgang. Ja. Weet je, van ik ben de beste, dat doen en dit en zo. Maar ik vind het toch jammer dat je niet echt zegt van... Oké, wat zijn nou de onderwerpen? Vandaag de dag, normen, waarden. Hè? Ja. Dingen als liefde. Noem maar op, weet je, derde wereld. Wat speelt er allemaal? Weet je wel, Afghanistan, Irak. Ja, maar ik zie allemaal rappers die het daarover hebben. Ja, die hebben het daar niet. Dat is niet jammer. Als je goed naar het album luistert, weet je. Dan nou goed, kijk, jullie hoeven het ook niet per se over... Nee, maar jullie hoeven het er ook niet per se over. Maar kijk, wat ik gewoon heb, als ik zou rappen, weet je wel, doe het niet. Maar als ik zou rappen, dan zou ik het daarover hebben.